Aan het water van de Piershaven in Tilburg ligt de Havendijk. Het is vrijdag 17 november vorig jaar. Tussen de bedrijven die aan deze weg gevestigd zijn, zit al sinds jaar en dag een grote kringloopwinkel. Bij de meeste Tilburgers bekend als La Poubelle. Het is bijna 16:30 en in het kantoor van de winkel zijn nog enkele medewerkers bezig. Voor één van hen zit de dag er bijna op. Ze staat op het punt om te vertrekken. Voordat ze naar huis gaat, moet ze nog wel even langs de bank om de opbrengst af te storten. Zij en andere collega's doen dat vaker, maar wel altijd op een ander tijdstip. Dat is beter voor de veiligheid. En om het zekere voor het onzekere te nemen, nemen ze ook altijd een andere route. Die vrijdagmiddag 17 november fietst ze over de brug van de Piershaven. Wat verderop slaat ze linksaf de Sint-Jozefstraat in. En vervolgens fietst ze door de Professor Donderstraat. Maar ook al rijdt ze steeds een andere route en op een ander tijdstip, toch gaat het mis. Ineens wordt ze ingehaald en klemgereden, ze kan geen kant meer uit. De vrouw staat perplex, ze kan niets uitbrengen. Verderop ziet ze de auto nog rechtsaf slaan, richting Ringbaan Oost. Met de fietstas van die vrouw gingen ze er weer vandoor. En in die fietstas zat het muntgeld dat ze moest afstorten en wat persoonlijke bezittingen. Die vrouw is erg geschrokken natuurlijk, ook al was ze niet gewond geraakt. Wij zijn natuurlijk op zoek naar die daders en we hebben een paar zeer belangrijke aanknopingspunten. Allereerst deze beelden, die zijn gemaakt in de Professor Donderstraat. Hier fietst het slachtoffer voorbij. Dan ineens een donkerblauwe Volkswagen Polo die haar inhaalt. En dan zijn ze uit beeld. Nou, nog even terug naar die auto, een donkerblauwe Volkswagen Polo. De vrouw heeft tijdens de beroving net een glimp van een kenteken opgevangen. Een kenteken dat begon met de letters SH. En dat is bijzonder, want diezelfde middag, vlak voor de overval, zag een getuige in de buurt van de kringloopwinkel een auto staan. Inderdaad, een donkerblauwe Volkswagen Polo. En daar komt hij aan, een paar uur eerder, het is ongeveer 00:30, parkeren twee mannen hun polo aan de Havendijk, vlakbij de kringloopwinkel La Poubelle. Zouden dit de latere daders kunnen zijn geweest? Ze stappen uit en wisselen van plaats. De een draagt een zwarte sweater met capuchon en een donkerblauwe trainingsbroek met een rood-oranje streep. De ander heeft een petje op, draagt een gewatteerd grijs jack, een trainingsbroek en sportschoenen. Denkt u te weten wie dit zijn? En ze hebben geduld, want ze blijven maar liefst 6,5 uur staan. Ineens zien ze de medewerkster vertrekken. Ze keren zo snel mogelijk en rijden bijna een fietser omver om erachteraan te gaan. En ze moeten omrijden omdat ze niet over de fietsbrug kunnen. Kort na de overval zag een getuige een auto rijden op de Bossenweg in Tilburg. Zwart of donkerblauw, mogelijk een Golf of een Polo. En de inzittende die gooide spullen weg. En daaronder was de fietstas van die vrouw en een gestolen kentekenplaat, waarvan het kenteken inderdaad begon met SH. Grote kans dus dat dit de daders waren. Ja, de overeenkomsten zijn groot. Eerst die donkerblauwe polo die aan de Havendijk parkeerde en daar uren bleef staan. Toen de vrouw via de Sint-Jozefstraat naar de Professor Donderstraat fietste, werd ze in die straat ook door een polo ingehaald. Na de beroving rijdt de auto richting de Ringbaan Oost. Slaat waarschijnlijk rechtsaf de Bossenweg op. Net na het spoorviaduct is er een doodlopende zijstraat richting het voormalige dierenasiel. Je moet echt de weg kennen om dit straatje te vinden. Later werd hier onder meer de fietstas van de vrouw en de gestolen kentekenplaat teruggevonden. Die kentekenplaat werd eerder die dag gestolen in Tilburg-Zuid. We willen graag met iedereen spreken die zich iets kan herinneren dat met deze beroving te maken kan hebben. Herinnert u zich iets bijvoorbeeld van die blauwe polo in combinatie met de beelden van de daders? Of is er andere informatie die ons kan helpen om deze mannen op te pakken? Deel het met ons. Kijk ook nog eens naar deze beelden en neem contact op als u een vermoeden heeft wie dit zou kunnen zijn. Tippen kan via 0800 60 70.
het nummer van de opsporingstiplijn. Zegt u nu liever uw naam niet, maar wilt u toch iets aan ons doorgeven? Dat kan ook. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.